Steeds stringenter worden overal ter wereld de maatregelen om opslag en transport van geld en kostbaarheden te beveiligen. Veel nieuwe beveiligingsapparatuur was onlangs te zien op de beurs Security 75. Daaronder alarmtoestellen voor musea. Foto- of filmcamera's worden steeds vaker in banken geïnstalleerd. In geval van alarm kunnen ze automatisch 3 beelden per seconde opnemen. Om het aanbieden van valse cheques tegen te gaan worden tegenwoordig systemen gebruikt waarbij de cheque voor verzilvering naar een controlestation wordt gestuurd. Via een gesloten televisiecircuit verschijnt de afbeelding van de cheque op monitoren in de controleafdeling en bij de kassier die ver van de balie op een onbereikbare plaats zit. Deze kan pas tot verzilvering overgaan als hij daarvoor door middel van een signaallamp toestemming heeft gekregen. Via buispost gaat het geld vervolgens naar de balie, waar dan de uitbetaling kan plaatsvinden. De greep in de kas wordt op deze manier voorkomen. Ook voor bewakingsdoeleinden wordt meer en meer gebruik gemaakt van gesloten tv-circuits. Op het systeem kunnen behalve verschillende camera's ook videorecorders worden aangesloten. Wanneer iemand een vooraf ingesteld zogenaamd sensorveld in het tv-beeld binnenkomt, volgt een geluidssignaal en wordt hij door alle camera's automatisch gevolgd, terwijl zijn gangen ook op videoband worden opgenomen. Er zijn particuliere bewakingsdiensten die over een eigen centrale beschikken voor inbraakalarm en voor melding van brand of technische storingen. 1-4, ik heb alarm op de Echo 148. Wil je daar nu naartoe gaan, over? Ik ga nu naar de Echo 148. De bemanning van de per mobilofoon gewaarschuwde patrouillewagen stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het alarm. Als het, zoals in dit voorbeeld, een inbraak betreft, wordt per portofoon contact opgenomen met de alarmcentrale. 2-3 voor HB, over. 2-3, komt u uithouden. We hebben aan de Echo 148 een inbraak. Wilt u onmiddellijk de tol bellen, over? Politie wordt gewaarschuwd. 2-3. Samenwerking tussen particuliere bewakingsdiensten en de politie heeft al verschillende malen geleid tot de aanhouding van inbrekers. De veiligheid van personen en goederen is met deze samenwerking zeker gebaat.